De kinderafdeling van het Franciscus Friedland ziekenhuis is verblijd met kinderboeken. Wij ontvangen de Max en de Maxi Monsters prentenboeken. En de brief voor de koning hebben wij ontvangen van het Schiedamse boekhuis. En waarom? In het kader van geef een prentenboek cadeau hebben wij die als afdeling geschonken gekregen. Voor het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dus op beide locaties op de kinderafdeling hebben wij deze boeken in gebruik. En geven wij deze cadeau aan de kinderen. En zijn jullie er blij mee? Wij zijn er heel blij mee, zeker. Ja, zeker. En de kinderen worden er ook blij van. Wat houdt de nationale campagne geef een prentenboek cadeau in? Dat is een organisatie die apart in het leven is geroepen, die dus boven alle andere organisaties staat, met een idealistisch oogmerk. En dat is boeken cadeau geven aan mensen, kinderen, die zich niet kunnen veroorloven. En hoe zijn die boeken bij het ziekenhuis terechtgekomen? Nou, er is sinds vorig jaar een anonieme donateur. Die vindt dat alle kinderen in ziekenhuizen ook zo'n boek moeten krijgen. En juist in het ziekenhuis is het ongeacht waar zo'n kind vandaan komt. Dus het leuke is, kinderen in ziekenhuizen hebben het gewoon extra hard nodig, zo'n boek. En als boekhandel kun je daarop inspringen. En het Schiedams Boekhuis heeft dat gedaan. We hebben contact opgenomen met de communicatieafdeling van het ziekenhuis. En gezegd hoeveel kinderen hebben jullie. En de boeken besteld en gebracht naar het ziekenhuis. En dat zijn twee klassiekers. Kent u deze klassiekers ook? Ja, nou, dat vallen eentje ken ik ervan. De Max en de Maxi Monsters, die ken ik. De ander was bij mij nog onbekend. Maar het prentenboek, die ken ik zeker, ja. En lezen die kinderen tegenwoordig nog wel met al dat YouTube? Nou, wij proberen het wel. Wij gebruiken ook bijvoorbeeld boeken heel erg als afleiding bij de kinderen. Als ze geprikt worden of een ander vervelend onderzoek moeten ondergaan, dan lezen wij ze ook wel voor. Door middel van een prentenboek of zoekboeken of wat dan ook. Dus wij proberen het wel te stimuleren. Bij de grotere kinderen die zich vervelen, proberen wij ook nog wel eens te zeggen van joh, wil je een boek misschien op je kamer? Dat ze lekker een boek gaan lezen, want die zitten anders inderdaad heel vaak op YouTube en alle filmpjes en alles te kijken. En hoeveel boeken zijn er afgeleverd? Twee doosjes. Eén doosje met 20 maal de brief voor de koning en 22 maal Max en de Maxi Monsters. En als er weer zo'n donor bij jullie aanklopt, gaan jullie dan weer in zee? Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk voor de vijfde keer al. En ik denk dat volgend jaar gewoon weer hetzelfde is. En we houden contact met het ziekenhuis. En ik heb nog veel meer leuke ideeën om boeken te kunnen doneren aan. Zonder dat wij er al te veel geld aan kwijt zijn. Want wij willen natuurlijk ook graag een kaas op onze boterham, zeg maar. Maar ik heb allemaal leuke ideeën en volgend jaar is er zeker weten weer 2 maal een boek voor weinig. En ook zeker weten de vraag om weer te doneren. Dus we vragen de klanten ook in de winkel dan. Ze zijn dit jaar een beetje bij ingeschoten, maar we vragen klanten ook in de winkel om een extra boek te doneren. Dus niet alleen maar voor een eigen kind te kopen of voor een neefje, nichtje, weet ik veel wat. Maar ook aan, en dan zorgen wij dat het bij een goed doel terechtkomt.